Stichting Suriname Centrale Ambulance Dienst, SURCAT, leidt onder de zware financiële omstandigheden van het land. Tijdens een vanmorgen gehouden persconferentie is nader ingegaan op de financiële status van de particuliere ambulance dienst. SURCAT had vorige week in een persbericht aangegeven dat zij het hoofd niet langer boven water kan houden als zij haar prijzen niet aanpast. De oorzaken hiertoe zijn de losgelaten koers en de verhoogde benzineprijs. Volgens directeur Roel Brug schetst deze persconferentie een beeld over hoe het bedrijf ervoor staat. Wij zijn al langer dan 5 jaar bezig, mensen. En wij hebben voor ons een timeline uitgezet. En we willen zo spoedig als mogelijk zien dat er wordt gewerkt aan deze essentiële organisatie. Er wordt geroepen. Er wordt zaak gezegd. Afgelopen week hebben we een persbericht gelanceerd. We hebben alvast een vuurtje aangewakkerd. En ik mag ook doorgeven dat gisteren een der maatschappijen wel een handreiking heeft gedaan. Er is nog niet duidelijk gesproken. Maar wij willen voor eind augustus duidelijkheid hebben in het geheel. Essentiële dienstverlening. Niet weer 5 jaren lang bezig zijn. En morgen wordt er een petitie ingediend bij de DNA. Brug geeft verder aan dat hij niet alleen een petitie zal indienen bij de Nationale Assemblée, maar ook bij het kabinet van de vicepresident en bij SURFAM. Hij hoopt dat met deze stap van de organisatie de regering en de verzekeraars over de brug zullen komen. Omdat wij de pijnpunten aan willen kaarten, maar ook gelijk de oplossingsmodellen, de handreiking die wij willen aanbieden. We willen niet dat één persoon het moet doen, maar laten we het gezamenlijk doen. En samen staan we sterk, zeg ik altijd, maar stel ons cel open. En als we die houding hebben naar elkaar toe, dan denk ik dat wij voor Suriname en voor de burgers tot een hogere hoogte komen. En dat wij toch iets moois hebben neergezet in het land. SURFAM-voorzitter Mario Mirhai zegt in reactie op deze kwestie dat er reeds contact is gemaakt met SURCAT. En dat SURFAM een presentatie afwacht van directeur Brug. Na deze meeting zal de SURFAM uitkomen met een officiële reactie.